Sinds een paar jaar woont en werkt de Groningse familie Drent in het Duitse Rutenbrock, net over de grens bij Ter Apel. Ze proberen de Oosterburen lekker te maken voor de Nederlandse snack. Nou, ik heb hier een reuzenfrikandel en een gewone frikandel. Daar zijn de Duitsers helemaal gek op. De frikandel blijkt dus een bestseller. Maar dat geldt niet voor de oer-Hollandse kroket. Kroketten, dat vinden ze heel lastig. Daar snappen ze eigenlijk niks van. De kroket staat bepaald niet bovenaan de Duitse verlanglijst. Nederlandse snacks in Duitsland aan de man brengen is een zaak van de lange adem. Uitbater Pieter heeft een missie. Ja, wij leren de Duitsers eten wat wij Nederlanders al heel lang doen. Kijk, dit is de joppiesaus. Dat doen we er dan bij over en daar zijn ze gek op. De Duitse klanten moesten erg wennen aan de Nederlandse snackcultuur, maar lijken nu om. Die zijn op jeden geval wat bijzonders. Ik had er sonst sowas nog niet vorher gegessen. Maar er blijft het probleem van de taal. Want hoe leg je een Duitser uit wat een patatje oorlog is? Als je zegt van patatje kriek, dan komt het heel raar over van de Duitsers. En dat is een woord die ze liever niet horen. Dan vragen ze wel, wat is dat oorlog? Het enige wat wij dan aangeven, dat het mayonaise en pindasaus is. Dat is het enige. En verder gaan we daar ook niet op in, want het past gewoon niet.